Gijs, wat een dag vandaag en de ontsnapping wederom. Het zat er zo dichtbij weer. Vertel eens even je gedachten nu je net over de finish komt als tweede na Buitrago. Ja, nu overeerst toch een beetje teleurstelling, omdat ik toch op een gegeven moment dacht dat ik hem kon gaan winnen. Maar Buitrago was uiteindelijk duidelijk sterker, dus daar kan ik er wel mee leven natuurlijk. Maar ja, ik had wel eventjes de hoop dat ik hem ging pakken. En je zat natuurlijk fantastisch mee met Van der Poel uiteindelijk, die uiteindelijk ook nog eens kon lossen. Heb je toen op dat moment ook gedacht, dit is mijn dag? Op een gegeven moment, we begonnen volgens mij met 1 minuut 35 aan de klim. Ja, Van der Poel begon zo hard, ik denk, nou dat gaat hij nooit volhouden. En eigenlijk, daardoor begon ik hem zelf ook een beetje te hard, maar ja, ik hield hem gewoon in het vizier en ik, toen Van der Poel brak, toen begon ik wel te geloven van dat het kon. Alleen ja, toen hoorde ik natuurlijk ook dat, lekker joh. Ja, dat Buitrago dichterbij kwam en het was gewoon sterven. Ik kon echt niet meer toen hij eroverheen klapte. Ik had lactaat tot mijn oren, dus ja, dan zat er niet meer in. Was je jezelf niet, derde week, eerste grote ronde, dat je zo goed bent in zo'n bergrit? Dat verbaast me zeker. Ja. Ik had gisteren wel redelijk kunnen sparen. Dat is wel even goed uitgepakt. Ja, en zo probeer ik gewoon mijn dagen uit te kiezen en dat pakt goed uit.